Hier zijn we bij de volgende attractie. We zullen even iemand te vragen wat het te betekenen heeft. Jij bent hier mee in bouwen? Nee, coachje. Jij weet wat dit moet betekenen allemaal, hè? Wat moet dit worden eigenlijk? We hebben de poppen en dansen. Poppen en dansen? Poppen en dansen. Dansen, dat moet natuurlijk nog afgewaagd worden, hè? Maar dat is wel de bedoeling, ja. Nee, maar dat komt goed. Van welke vereniging is dit? Van de Bierveldjes. Bierveldjes? Bierveldjes, ja. Die kent nog wel, of niet dan? Oh, ja, ja. Vandaag weten dat niet, hè? Ja, wij zijn horst de oude vandaag in de optocht. Oké. We zullen hem even door laten bouwen, anders krijgen ze hem vanmiddag niet klaar. Dus dit zijn de bierveldjes met de dansende poppen. En vanavond gaan ze zelf dansen, denk ik. Mooi. Dankjewel hoor. Vereniging die Duk zat al is te waren. Die het tijdelijk maar rustig eraan doen, maar er sporen in Moeslandse carnaval meer als dubbel en dwars verdiend hebben. Mag ik op het podium voor de 16e prijs carnavalsvereniging de Bierveldjes. Ik weet het gaan jullie niet meer een eerste prijs. Die eer hebben jullie al dunk zat meegemaakt. Maar wat je ieder jaar toch werk presteert, dat is alleen maar fantastisch te noemen. En ik mag alleen maar zeggen dat wij van de stichting geweldig blij zijn dat jullie er ieder jaar toch weer bij bent. En we hopen dat je nog lang vol mag houden. En niet alleen nog elke keer, maar nog dukkerder. Misschien wel nog vier keer elke. De 83ste willen ze volgend jaar nog maken. Dit jaar waren de 32ste. En och, wie weet wat er dan weer gebeurt. Als een orkest of toch wagenbouwer. Wie kan de toekomst voorspellen? Niemand, toch wel dan. Maar wat we zeker weten is dat carnaval in Moesland schenk inhoudt. Kunnen we niet zonder de bierveldjes. Dat is zeker. Als ze met de vut gaan, nog volgend jaar halen ze er even op. Maar na de vut beginnen ze weer op meid. Bedankt, bierveldjes!